Ja, we zijn hier bij NEC tegen Sparta en Sparta heeft net 2-1 gescoord. Daar ben ik heel blij mee, want dat was de uitslag die ik verwachtte. Natuurlijk gaat NAC hier winnen. En we zijn hier in de Business Bowl van CM. Dus we zien hier gewoon een geweldige groep mensen. Super enthousiast. En ja, NAC is naar de Eredivisie, maar eigenlijk is CM ook gewoon naar de Eredivisie. Hoe is dat gebeurd? Ja, ik zit hier gewoon in de Business Bowl van CM met Jeroen van Glabbeek, oprichter van CM als sponsor. Is dat dan, heb je dan verschillende contracten voor Eredivisie en voor eerste klas? Ja, we wisten dat de mogelijkheid er was natuurlijk en we hoopten ook dat NAC zou promoveren. En we hadden daarna 2 contracten, eentje voor Eredivisie en eentje voor Eerste Divisie. Ja, en dat is heel anders. Met de Eerste Divisie word je het bekendste bedrijf van Breda. En met Eredivisie, ja, dan kom je op nationale televisie en dat weten mensen dan wel, ja. Jullie zijn eigenlijk ook zo langzamerhand doorgegroeid naar de Eredivisie en zo, hè? Van het bedrijf nu 200, hoeveel mensen heb je? Bij CM werken 270 mensen. Ja. En dus 270, dus de vorige keer was het 180. Dus weer in een jaar tijd 270 mensen, overal ter wereld werk je. Ja. Payments is eigenlijk de sponsor van dit gebeuren, dat begint ook steeds belangrijker te worden. Wat doen jullie voor een dienstverlening? Ja, Payments proberen heel veel innovatie te brengen. We zijn niet de alleroudste payments provider van Nederland, we zijn eigenlijk de nieuwste. Maar we investeren heel veel in innovatie en een belangrijk ding is Ideal QR. Dus eigenlijk een nieuwe manier van betalen. Dus een QR-code op een factuur, QR-code op een kassabon. Ja. En kunnen mensen, dat wordt dan ingebouwd in alle apps van ABN en Rabo en ING. Kunnen mensen met één foto klikken. En dat hebben jullie gemaakt? Ja, CM heeft dat mee. Dus ook gewoon Eredivisie product eigenlijk gewoon van... Alle banken ga je nu met je QR-code van Ideal, hebben ze jullie voor gebruikt? Ja, technisch is het natuurlijk heel interessant, maar vooral dat je de naam Ideal eraan kan koppelen is natuurlijk veel belangrijk. Het vertrouwen van de mensen is bij betalen natuurlijk heel belangrijk en Ideal is een supermerk. Je doet de ene aankoop naar de andere. Je hebt gewoon een paar mensen die voortdurend bezig zijn met acquisitie. Welke bedrijf heb je nu weer? Vandaag zit ik ook weer met allerlei nieuwe klanten. Van welk bedrijf was dat? Ja, we hebben een maand geleden aangekondigd dat we DocData Payments hebben overgenomen. Dat is een goed betaalbedrijf in Nederland, in Utrecht. Van Ingram? Van Ingram Micro, ja. En DocData heeft natuurlijk ook een hele geschiedenis, ooit beursgenoteerd geweest. En ja, die hebben hele mooie klanten. En vandaag hebben we 25 van die klanten uitgenodigd. En voor mij ook leuk om kennis te maken. En waanzinnige klanten. Echt gewoon van drankdozijn, zeg maar. Die gigantische online business in alle soorten en maten. Maar is zeg maar payment, is dat de nieuwe focus van het gebeuren van CM? Ja, we hebben CM Telecom, daar hebben we ooit 80, 90 miljoen omzet mee gemaakt. Nog steeds, hè, dat is steeds goed dat 10% per jaar. Maar we denken dat payments veel groter wordt. Alle mensen betalen elke dag en alle bedrijven zijn daarmee bezig. En hoe dat gaat heel erg veranderen de komende 5 jaar. Dus over 5 jaar heb je geen acceptgiro's meer, je hebt geen bankpas meer bij. Waarschijnlijk ook geen contant geld meer. En ja, alle bedrijven moeten daar nu eens mee en dat vraagt om nieuwe technologie. En CM is vastbesloten om die technologie te gaan leveren en een slag te slaan met die verandering die op komst is. Dus jullie zijn eigenlijk honderden miljoenen euro's als mobiel bedrijf. Hè? Als een mobiel betalingsbedrijf en mobiel communicatiebedrijf. Jullie zijn helemaal met de mobiele generatie omhoog gekomen. Ja, we zijn best 2 jaar ooit begonnen in een discotheek om sms'jes te sturen. En mobiel werd heel groot en we hebben altijd ingezet dat sms ook heel lang zou blijven. En dat is ook zo. En nog steeds de two-factor authentication. Ja, de ING-bank stuurt TAN-codes, de overheid die stuurt DigiD-codes. En dat is wereldwijd aan de gang. Ook Google, Facebook, Microsoft sturen ook allemaal codes per sms. Dus dat is nog steeds een goede grote markt. Daarnaast is voice ook aan het veranderen en dat is voor ons een kans. Kijk, het hoeft niet altijd te groeien. Ook als iets verandert is het een kans. En dat is nou met betalen ook. De manier hoe mensen gaan betalen wordt anders. En identity, daar zijn we veel mee bezig. Hè. Dus we hebben dat techniekje van de banken overgenomen. Dat je dus kan kijken met IDIN wie logt erin op je site. Dat je zeker weet hoe oud iemand is, wat is zijn naam, adres, waar woont hij. Dat kunnen we nou verkopen aan verzekeraars en webwinkels. En dat maakt, ja, dat lost eigenlijk identiteitsfraude op internet op. CM is de eerste DISP, hè, de eerste Digital Identity Service Provider. En we zijn heel veel met haar bedrijf bezig om dat ook op te lossen. En dat is leuk, want dan heb je dus ook maatschappelijke impact. Nu een vraagje van, we hebben de identiteitsdiensten, zeg maar. Die moeten in 2019 moeten die in Europees verband ongeveer gelijk getrokken worden. Dan moet ik met mijn Estonische identiteit moet ik gewoon in kunnen loggen. Ja. Welke bedrijven kunnen dat om gewoon dat soort transparantheid te verlenen? Ja, dat is het mooie van Europa. Hè. Alles wordt gelijk getrokken en uiteindelijk komen die regels er. En inderdaad, elke Europeaan moet in elk land met elk bedrijf zaken kunnen doen. En dat is voor bedrijven als CM heel belangrijk, want dan kunnen we dus al die individuele koppelmethodes van elk land. Hè. In Nederland heb je IDIN, in België heb je iets meer, zo elk land anders. Dat koppelen in één oplossing, die verkopen aan de bedrijven. En die moeten dat eigenlijk wel kopen, want je moet zo'n oplossing hebben. En het is natuurlijk veel makkelijker om aan CM aan te sluiten dan aan
21 landen iets daar implementeren. Wat doe je nou tegenwoordig in China? We hebben in China 2 kantoren en we verkopen veel in China. Veel bedrijven die grote marketingcampagnes doen, de SMS-markt, de landingpages. En ook veel Chinese bedrijven die zaken doen buiten China. Die dus exporteren naar het Midden-Oosten en zo. Daar doen we dan ook mobile marketing en payments voor. Nou heb ik een ontzettende hekel aan de industrie die de hele tijd enorme facturen stuurt als er niet betaald wordt. He, dat ik er meteen 40% meer bovenop mijn factuur stuur. Daar word je helemaal woest word ik ervan als ik weer iets vergeet. Daar hebben jullie ook diensten voor. Wat zijn dat voor diensten? Ja, dat heet AutoCollect. En dat is eigenlijk, daar laten we de computer de incasso doen voor bedrijven. NAC hier was letterlijk de eerste klant. Ze degradeerden, ze moesten bezuinigen. Ze moesten 1 FTE ontslaan. En die man die was eigenlijk continu bezig met incasso's te regelen van niet betalende supporters. Toen hebben wij bedacht, nou dat kunnen we een computer laten doen. Die kan sms sturen, die kan bellen, die kan mailtjes sturen met linkjes vanuit Deal. En dat gaat helemaal computergestuurd nu, de afrekening met alle supporters. En dat product is een product voor de AutoCollect. En dat zie je nu bij meer clubs terug, heel veel voetbalverenigingen, maar ook in de zorg wordt dat nu uitgerold. Als ik niet betaal, krijg ik een mailtje. Als ik niet betaal, krijg ik daarna een smsje met meteen een linkje. Ik klik erop, ik zit in mijn app, in mijn Ideal app en ik betaal meteen. En de impact, jij zei, van een e-mailtje versus een smsje, hoeveel scheelt dat? Ja, als je een sms krijgt, moet u de rekening nog betalen. De kans dat je dat meteen gaat doen is 18 keer zo groot dan dat je een e-mail krijgt. Okay, dus dat is alleen al gewoon een business. En de sms-markt en met al die high-end dienstverlening daaromheen, die groeit nog steeds. Stap voor stap, hè? Oké, NAC, Eredivisie, what's next? Europees voetbal. Succes ermee, dankjewel. Ja.